Ja, dank u, voorzitter. De afgelopen jaar heb ik als rapporteur veel aandacht besteed aan het financieel beheer bij VWS. De Algemene Rekenkamer kwalificeert het financieel beheer bij VWS al jaren met een, en ik citeer, ernstige onvolkomenheid. Miljarden aan zorguitgaven konden en kunnen door VWS niet voldoende veranderd worden en dit is uiteraard zeer ernstig. Belastinggeld moet immers goed worden besteed. Ik ben dan ook heel blij met de opmerkingen van mevrouw Jozef, die daar ook aandacht aan wil besteden aan het financieel beheer. Ook als rapporteur wil ik daarbij even zeggen, want de Algemene Rekenkamer heeft tegen ons gezegd dat het heel belangrijk is dat de Kamer hier aandacht voor blijft houden, omdat anders dus de discipline bij VWS wel eens zou kunnen verslappen. We zien tot de dag van vandaag het gevolg van het gebrekkig financieel beheer bij VWS vooral terug in de besteding van de coronagelden die nu worden afgewikkeld en daarbij soms als onrechtmatig moeten worden beoordeeld. De beruchte mondkapjesdeal is in feite slechts het topje van de ijsberg. Zo schrijft de minister in de voortgangsreportage, dank je voor trouwens, over de afwikkeling van de gelden die zijn verstrekt aan het landelijk consortium hulpmiddelen, de plek waar ook die beruchte mondkapjesdeal tot stand kwam, dat er sprake is van een, en ik citeer nu, niet volledig kunnen aansluiten van een geldgoederenbeweging. Vrij vertaald, het is niet duidelijk of het geld dat is verstrekt door VWS ook is gebruikt voor het inkopen van hulpmiddelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat over 2023 een bedrag van 251 miljoen euro bij het landelijk consortium hulpmiddelen als onrechtmatig moet worden beschouwd. Een kwart miljard aan zorguitgaven die niet goed verantwoord kunnen worden, voorzitter. En de uitgaven bij het landelijk consortium hulpmiddelen vormen slechts één van de uitgavenposten die niet verantwoord kunnen worden bij VWS. Eerste vraag aan de minister, in welk jaar zal, naar verwachting, niet langer sprake zijn van onrechtmatigheden op de VWS-begroting die zijn veroorzaakt vanwege corona-uitgaven? Mogen we hopen dat dit in 2024 het geval zal zijn? Echter, en hier ben ik blij mee, inmiddels heeft VWS een verbeterprogramma voor het financieel beheer in werking gesteld en nemen de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer de eerste verbeteringen in het financieel beheer waar. Dat is goed nieuws. We hopen dan ook dat die trend zich voortzet. Ik zal er zelf bij de behandeling deze zomer van de VWS-begroting over 2023 in ieder geval weer aandacht aan besteden. Een van de tekortkomingen die de Auditdienst Rijk signaleert betreft de prestatieverklaringen, ofwel de deugdelijkheid van de onderbouwing van de facturen die VWS betaalt. Herkent de minister deze kritiek? Hoe kan het gebeuren dat VWS facturen betaalt waarvan de juistheid niet kan worden vastgesteld? Gaat de minister op dit punt acties ondernemen? Tot slot, voorzitter, wat het financieel beheer betreft, is de inrichting van de financiële functie in debatten al een aantal keer aan de orde gekomen. Dit vind ik zelf een heel belangrijk thema. Op dit moment is het namelijk zo dat bij VWS de financieel medewerker in de beleidsdirectie verantwoording aflegt aan zijn leidinggevende bij diezelfde beleidsdirectie. Dit bevordert natuurlijk de onafhankelijkheid van deze financieel medewerkers niet. In de brief die de minister hierover vorige maand naar de Kamer stuurde, lezen we dat VWS dit probleem gelukkig ook zelf erkent. Conclusie uit het onderzoek gedaan door VWS zelf, ik citeer nu, onafhankelijkheid van financiële medewerkers ten opzichte van beleidsmedewerkers en het management die zij adviseerden is onvoldoende geborgd. Einde citaat. De financiële functie binnen VWS wordt gereorganiseerd om dit wel te borgen. Maar het is onduidelijk voor mij en trouwens ook voor de ambtenaren die ons hebben geholpen bij het voorbereiden van dit debat, hoe deze reorganisatie binnen VWS dit probleem gaat oplossen. Misschien kan de minister dit nog wat nader toelichten. In debat hebben de rapporteurs herhaaldelijk gesuggereerd om de financiële medewerkers binnen een beleidsdirectie niet langer te laten rapporteren aan diezelfde beleidsdirectie, maar aan de afdeling Financieel-Economische Zaken binnen VWS. Begrijp ik het echter goed dat de reorganisatie van de financiële functie binnen VWS dit niet bewerkstelligt? En dan waarom is dat dan het geval? Was het niet logisch geweest om dit wel te doen? En wat zijn nu precies de belangrijkste veranderingen die worden doorgevoerd met de nieuwe inrichting van de financiële functie? Kan de Kamer de probleemanalyse die dit voorjaar is uitgevoerd bij VWS ook ontvangen? De rapporteurs vroegen hier net ook al naar. En kan u daarbij concreet aangeven hoe de nu voorgestelde organisatieveranderingen bijdragen aan het oplossen van de gesignaleerde problemen. Voorzitter, dan zou ik nu graag nog een paar inhoudelijke zorgonderwerpen in de mij resterende spreektijd willen aankaarten, die voor ons van belang zijn en waar zich recent belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan, te beginnen met corona en meer specifiek de coronavaccins. Onlangs heeft de EMA, de Europese Medicijnautoriteit, erkend dat de vaccins nooit bedoeld waren voor het tegengaan van transmissie van het virus. Daarvoor zijn ze ook niet goedgekeurd.
In een brief van 18 oktober 2023 schrijft de EMA aan Marcel de Graaf, ons lid in het Europees Parlement, het volgende. En ik citeer met toestemming van de voorzitter één korte Engelse zin. You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmission from one person to another. Einde citaat. De vaccins hebben dus nooit en te nimmer een vergunning gehad voor transmissiebestrijding. Dat wil zeggen dat de mogelijke bescherming alleen voor de ontvanger van het vaccin geldt en nadrukkelijk niet voor de omgeving. Want de verspreiding van het virus werd door het vaccin niet geblokkeerd. Vraag aan de minister. Erkent de minister, net zoals de EMA, dat de coronavaccins nooit zijn goedgekeurd voor het voorkomen van transmissie? De vaccins, nogmaals, waren dus niet goedgekeurd om transmissie van het virus te voorkomen. Maar wat deed de politiek echter en in haar kielzog, wat deden de media? Je doet het voor een ander. Was de slogan die iedereen ervan moest overtuigen dat het vaccin beschermde tegen overdracht en op basis waarvan dus iedereen die prik moest gaan halen. In een later stadium zijn op basis hiervan talloze beschermende maatregelen bedacht en erdoor gedrukt die met deze onthulling van de EMA nu als regelrecht bedrog kunnen worden gezien. 3G en later zelfs nog een discussie over 2G of zelfs 1G. Mijn vraag aan de minister, hoe kijkt het kabinet aan tegen dit alles nu we weten dat de vaccins nooit zijn goedgekeurd voor het voorkomen van transmissie?